ನಿಯಂಗಿಲ್ಲ ತನಬಿಕೆ ಆರ್ದ್ರಾಜ್ ಐಸ್ ಕ್ರಿಯ Maar voor ik zo begin, ik wil net zo'n klein intro geven waarom. Ik heb die song geschreven in 2022, actually last jaar. En die song is voor mij bijna persoonlijk. Ik heb het al een paar keer gedaan, maar ik denk die woorden zal voor zichzelf spreken. Your happy day.
Thank you.